zijn gedisqualificeerd. En dat is eigenlijk op basis van proef 5 die we niet hebben gereden. Ja, ik snap het eigenlijk niet zo goed. We hebben proef 4 kwamen we uit 's morgens en we zijn op weg naar proef 5, waar we uiterlijk 4:15 moesten zijn. We waren ruim op tijd, we waren iets over 3. En daar stond iemand van de organisatie die duidelijk aangaf, ja, je mag niet rijden. Dus toen zei ik, ja, wat er gebeurt, wij gaan dus wel rijden, want we hebben het roadbook en je bekijkt maar. Toen zei hij van, ja, als je gaat rijden ben je zeker gedisqualificeerd. Als ik jou was, zou ik naar het eerstvolgende bivak rijden, daar je verhaal doen en dan kijken wat je kunt regelen. Nou, dat hebben we gedaan. We zijn, wanneer was dat? Eergisteren zijn we naar een bivak aangekomen. Bivak aangegeven, joh, luister eens, wij hebben een tijd, en die staat ook op papier, dat we uiterlijk 4 uur moeten vertrekken. Alleen, ja, blijkbaar is dat in één keer 1 uur geworden en wij wisten van niks, dus ja, hoe wil je dat dan doen? Nou, daar wilden ze over nadenken en uiteindelijk kwam eruit dat we een starttijd hebben gekregen voor de proef van gisteren. Ja, dan ga ik ervan uit dat wij gewoon door kunnen gaan. En niet dat wij in één keer gedisqualificeerd gaan worden. En dus nou, gisteren echt een heerlijke proef gereden. Echt de eerste proef die zonder problemen en die me ook echt lag. Een fijne proef. Leuke tijd neergezet. En vanochtend werd ik wakker en toen hoorden we dat Martin van den Brink was gedisqualificeerd. Om de reden dat hij proef 5 niet heeft gereden. Dus toen voelde ik me al aankomen. Waarschijnlijk gaat het bij ons dezelfde kant op. En nou ja, dat is inderdaad het geval. Hoe hard komt dit aan dat je bent gedisqualificeerd? Ja, dat komt heel hard aan. We zijn... ja, je bent 1,5 jaar bezig met dit verhaal. En het heeft heel veel tijd gekost. Het heeft geld gekost. Er zijn sponsoren die vertrouwen in ons hebben gehad. Ja, en dan word je op zo'n ja, belachelijk. Ik had eigenlijk veel liever gehad dat ik 20 keer over de kop was gegaan en die auto gewoon compleet dood los was. Dan was het voor mij duidelijk. Maar hij staat hier. Ik kan morgen gewoon aan de gang. We kunnen gewoon rijden. En ze laten me rijden. Alleen morgen weer niet. Ja. Dit doet wel heel veel pijn. Ja. Ja. De ASO. Ja, je weet, deze organisatie is keihard, hè. Die buigen niet mee. Nee. Kijk, ze kennen mij dan nog niet. Als je 1 keer zegt het kan niet, dan vraag ik het nog 1 keer. En we hebben het wel 4 keer geprobeerd. Maar ze blijven, ja, het zijn Fransen. En ik heb sinds 2008 heb ik ook wat meer met Fransen te maken, maar het is gewoon zo'n klote volk. En sorry dat ik het zo zeg, maar ja. Nee, regels zijn regels. En ja, fouten kunnen hun blijkbaar niet maken, dat is onmogelijk. Het is redelijk arrogant. Ze kunnen wel een heel mooi evenement neerzetten, daar zou ik niks van zeggen. En het is echt perfect geregeld. Maar dit, ja, ik snap dat niet. Waarom geef je iemand een starttijd voor dag 6, terwijl dat hij eigenlijk al gedisqualificeerd is? Ja, dat snap ik gewoon niet. Komt er nog eens een Dakar voor Mark Leeuw of heb je buiten van voel? Ik denk dat ik ga stoppen.